De Oude of Sint-Victorkerk. De Oude of Sint-Victorkerk is de oudste kerk van Batenburg en stamt waarschijnlijk uit de 13e eeuw. Het is een driebeukig gebouw waarvan de koorpartij ontbreekt. In de 80-jarige oorlog is de kerk meerdere keren doelwit geweest van plundering en verwoesting. De kerk is oorspronkelijk waarschijnlijk gewijd aan Sint Willibrord, die volgens de overlevering persoonlijk de heer van Batenburg tot het christendom zou hebben bekeerd. De familie van Batenburg heeft de stad Batenburg lange tijd bestuurd. In de kerk zijn 11 zeer goed bewaard gebleven rouwborden uit de 17e en 18e eeuw, waarvan er 8 betrekking hebben op de heren en vrouwen van Batenburg en hun aanverwanten. De Batenburgse collectie wapenborden is de grootste van Gelderland. In vlammende kleuren en met veel goud doorspekt verhalen ze van hun doden. In de kerk is ook de oudste ridderzerk van Nederland te zien. Pas in 1901 kwam de steen letterlijk boven de grond toen de ladder van een metselaar in een tot dan toe onbekende grafkelder zakte. Afgebeeld op de hervonden grafzerk is de heer Gijsbrecht van Bronkhorst-Batenburg als ridder in volle wapenrusting. De steen dateert uit 1429. Het Romaanse doopvont in de kerk is nog ouder, want stamt uit de tijd van de oorsprong van de kerk, de 13e eeuw. Aan de pilaren van de kerk is af te lezen dat het gebouw toen veel groter moet zijn geweest. Toen stonden de dikke pilaren meer in verhouding tot de kerk dan nu. Twee mensen die meer tijd in de kerk hebben doorgebracht dan ze lief was, is het echtpaar Is Spangentaal en Mirjam Spangentaal Pinkhoff. Voor het Joodse echtpaar was de Oude of Sint-Victorkerk in Batenburg hun onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toenmalige koster en zijn vrouw hebben voor het echtpaar gezorgd. Aanvankelijk zou het voor een paar dagen zijn, maar het echtpaar heeft 1,5 jaar in de kerk ondergedoken gezeten. Ze sliepen in de noordelijke ruimte van de kerk en verbleven tijdens kerkdiensten op zolder. En, als er geen kerkdiensten waren, in de consistoriekamer. Zij hielden contact met de tegenoverliggende kusterie, waar de koster en zijn vrouw woonden, via signalen. Door een witte zakdoek op te hangen, liet het Joodse echtpaar bijvoorbeeld weten dat ze op de hoogte waren, dat er bezoek kwam in de kerk en dat ze zich zouden verschuilen op zolder. Het echtpaar is gelukkig nooit ontdekt en heeft zo de oorlog overleefd. Hun kinderen waren elders in Nederland ondergebracht. Eén van de zonen overleefde de oorlog niet, maar de rest van het gezin wel. Na de oorlog emigreren ze naar Israël, waar de kinderen nog altijd wonen. Er is een gedenkteken aangebracht in de kerk om deze periode en de Joodse onderduikers te herdenken. Wil je meer weten van het kerkje in Batenburg? Kom dan gerust eens langs.